Welkom bij het Rode Kruis Aruba. En we zijn vandaag heel blij om een nieuw samenwerkingscontract te tekenen. Naast mij zit de directeur van de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba, SABA, meneer Raymond Kok. Welkom. Thank you. En dit samenwerkingscontract is uniek op Aruba. Zoals u wellicht weet, al enkele jaren is het Rode Kruis actief op heel Aruba. Dit jaar vieren we ons 60-jarig bestaan. Maar nog nooit in onze geschiedenis hadden wij ook een kantoortje in San Nicolaas. En door dit samenwerkingscontract kunnen wij vanaf volgende maand een kantoor openen in San Nicolaas. Zodat wij de mensen die daar wonen en hulp nodig hebben beter kunnen helpen dan dat we dat vandaag kunnen. Het zal niet langer meer nodig zijn om, als u hulp nodig heeft en u woont in het gebied van San Nicolaas, om helemaal naar Dakota te komen. Gedurende enkele ochtenden in de week zullen Rode Kruis vrijwilligers voor u klaarstaan om u hulp te bieden. En of dat hulp is die u nodig heeft om bijvoorbeeld een voedselpakket te krijgen, bijvoorbeeld om kleding te krijgen, bijvoorbeeld om advies te krijgen hoe u het beste met een uitdaging om kan gaan. Het Rode Kruis staat klaar voor u en wil u graag helpen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. We hebben daar een hele mooie locatie voor gekregen bij SABA in San Nicolaas. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar we zijn ook heel erg blij om als tegenprestatie de bewoners van SABA te kunnen helpen. Doordat het Rode Kruis heeft natuurlijk een aantal ambulances op de weg rijden. Maar wij zullen voor SABA mensen die naar het ziekenhuis moeten, mensen die naar hun specialist moeten, mensen die hun dokter willen bezoeken, gaan rijden. En dat is de tegenprestatie die de Rode Kruisvrijwilligers gaan leveren voor de bewoners van SABA. Ik denk dat dat een unieke vorm van samenwerking is. Dat zie je niet vaak op Aruba, met min of meer gesloten beurzen, zoals we dat dan zeggen. Het kost de samenleving niets, maar we krijgen wel heel veel meerwaarde voor terug. En daar ben ik ontzettend blij mee, want zo, dat is een goed voorbeeld hoe wij samen het leven op Aruba nog aangenamer kunnen maken dan het al is. Het is een initiatief vanuit samenwerking vanuit SABA en het Rode Kruis. Voor ons is het van groot belang om dus de drempel voor hulpzoekenden lager te maken. En tevens zal de directeur van SABA aangeven waar hun belang in zit in deze samenwerking.